De gemeente Dordrecht maakte deze week bekend dat het RIVM extra onderzoek gaat doen naar de mogelijke aanwezigheid van Gen X in groente en fruit. De kwestie met de gevaarlijke stof die geen moers in de rivier loosde, houdt veel Dordtenaren bezig. Daarom wordt er nu een protestmars georganiseerd en wel op zaterdag 26 augustus. We hebben in begin van deze maand, eind vorige maand, hebben we een kleine demonstratie gehad vanaf de Jumbo op de Staart tot aan geen moers. En dat zal eigenlijk een beetje hetzelfde idee zijn. Alleen hopen wij veel grootschaliger. Belangrijk is dat we een geluid willen laten voor schoon drinkwater. Dat er aandacht komt voor dit verhaal. En we willen hier starten. Van daaruit willen we een stuk door de stad lopen. We lopen de Spuiboulevard af. We gaan een stukje het achterom Begijnhof over. Van daaruit zullen we over de Vest onze tocht vervolgen. Wellicht zullen we onderweg nog even stoppen. Maar dat zal gepaard gaan met veel geluid, met veel trommelgeroffel. In ieder geval zoveel dat we uiteindelijk met een grote groep mensen aan zullen komen bij het Otterdiekeplein. Daar zijn we nog allemaal mee bezig. Achter de schermen zijn heel veel mensen bezig om dit goed te organiseren. Dat het een vreedzaam protest gaat worden. Dat er mensen komen die eventueel nog wat te zeggen hebben. Zodat er sprekers dus inderdaad zijn. We gaan kijken of er een podia van moet komen. Dat zal uiteindelijk op het Otterdiekeplein zijn. Aan de Merwede, waar uiteindelijk de rivier ook is. Waarin geloosd wordt. De actie wordt op dezelfde dag gehouden als de City Swim. Even was er de angst bij de organisatie van dit goede doelen-evenement dat een harde kern actievoerders de zwemtocht door de Dordtse havens zou willen verstoren. Maar daar is nu geen sprake meer van. Nee, absoluut niet. Dat is ook helemaal nooit het idee geweest om elkaar in de weg te gaan lopen. Juist eigenlijk meer om elkaar te versterken. City Swim gaat natuurlijk om het inzamelen en aandacht vragen voor kanker. Wij hebben hier ook met een probleem te maken dat ons drinkwater vervuild schijnt te zijn. En in hoeverre mate, dat is nog onbekend. Daar zijn allerlei meningen en uitspraken over gedaan. Belangrijk is dat onderzocht gaat worden. Want in ieder geval aangetoond is dat er kankerverwekkende stoffen in het drinkwater zijn. Ja, en wat die met de mensen gaan doen, ja, dat is op lange termijn nog onbekend. Het bestuur van de Swim to Fight Cancer laat weten inmiddels gerustgesteld te zijn door het actiecomité. Met handhavers van de gemeente is afgesproken dat de organisatoren van de mars zelf voor verkeersregelaars zullen zorgen. Inmiddels hebben zich zo'n 200 mensen aangemeld. En dat valt toch enigszins tegen? Ja en nee. Enerzijds nee, omdat het zijn toch 200 mensen. In ieder geval een hoop mensen die zich er betrokken bij voelen. Als ik kijk naar de groep op Facebook, daar zijn toch al ruim 2000 mensen lid van. Daar wordt hevig gediscussieerd. Redelijk positief op zich nog wel. Hier en daar natuurlijk gaat het mes hard erin. Maar over het algemeen ligt de toon vrij vreedzaam. En anderzijds valt het wel weer tegen, omdat het is iets wat ons allemaal aangaat. Dit is iets waar veel meer aandacht voor zou moeten zijn. Dit is iets waar veel meer mensen zich bewust van zouden moeten zijn. Dus op dat punt valt het een klein beetje tegen. Maar we hebben nog ruim 2 weken de tijd. We zijn druk bezig nu met posters. Er komt een poster in de krant volgende week. Die iedereen voor zijn raam zou kunnen hangen. Dus we zijn wel druk bezig om er voldoende aandacht voor te vragen. Aanmelden voor de protestmars tegen Gen X kan via Facebook. De actie start op 26 augustus om 4 uur.